Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 8 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er alleen Contestia wat de data betreft. Ik heb iets gedaan waardoor het maken van de bestanden hiervoor wat minder tijdrovend is. Dat wil zeggen, ik gebruik hier een tweede computer voor. Dan ontstonden de dropouts als ik tegelijkertijd aan de computer werkte en de Contestia file wegschreef. Data vandaag dus in Contestia met de gebruikelijke parameters, 8 bits, 8 tonen, niet 8 bits en 355 hertz. En geen tekst meer over de nummerstations. In elk geval tot vrijdag heb ik beperkt tijd. Mogelijk dat de bulletins een enkele keer wat eenvoudiger zullen zijn. De nadruk ligt op het nieuws, dus dat is wel het laatste waarin gesneden wordt, als er al gesneden wordt. Ik heb trouwens nog niet geroepen dat sinds afgelopen weekend het DKARS magazine van december uit is. Dat kun je downloaden van dkars.nl. Ik beloofde gisteren nog even door te gaan over de notulen van het amateuroverleg dat in oktober plaatsvond. De planning is dat vanaf begin volgend jaar de repeatervergunningen zullen worden veranderd. Althans, het beleid hieromtrent. De notulen schrijven daarover het volgende. De stand van zaken is toegelicht aan de hand van enkele sheets die aan de verenigingen beschikbaar zullen worden gesteld. Vervolgens is er ruimte voor discussie over de beschikbare frequentieruimte voor relaisstations. De verenigingen spreken de wens uit om de bandplannen zo techniekneutraal mogelijk op te stellen en daarbij alleen de bandgrenzen aan te geven. De kanalendeling kan wat VLON en VSZA betreft losgelaten worden. Er is ook gesproken over bandbreedtes. Inschatting van zowel AT als de verenigingen is dat voor relaisstations de volgende bandbreedtes moeten worden aangehouden. Voor 2 meter maximum 12,5 kHz, voor 70 cm maximaal 50 kHz en voor 23 cm maximaal 150 kHz. Het agentschap is blij met de input van de verenigingen en werkt bandplannen, dat wil zeggen voor repeatergebruiker, verder uit. Daarbij zal ook gekeken worden of de voorgestelde indeling frequentieplanning technisch goed werkbaar is en dat het allemaal niet te ingewikkeld wordt. De uitkomsten hiervan zullen worden besproken tijdens de dialoogsessie op 8 december, dat wil zeggen die hebben plaatsgevonden op de dag van deze uitzending. Tijdens die dialoogsessie zal ook de rest van het vergunningenbeleid verder uitgebreid aan bod komen. Een techniekneutraal beleid voor relaisstations betekent onder andere dat, naar verwachting, vergunningen voor System Fusion verleend kunnen worden. Op dit moment wordt nog onderscheid gemaakt tussen digitale spraakrepeaters, digitale datarepeaters en analoge spraakrepeaters. Omdat System Fusion zowel een analoge als een digitale component kent, past dit systeem niet in het huidige vergunningenbeleid. Er kan nu alleen een vergunning worden verleend voor ofwel de analoge of de digitale toepassing van System Fusion. Het loslaten van het onderscheid tussen digitaal en analoog, dat wil zeggen techniekneutraal, zou dit probleem oplossen. Het agentschap zal hier overigens niet op vooruitlopen bij de huidige vergunningverlening. Er is verder ook nog gesproken over de mogelijkheid van optreden door AT bij gevallen van heel ernstige storing die veroorzaakt wordt. Er is hiervoor een wijziging van de telecommunicatiewet in voorbereiding, de verzamelwetwijziging telecommunicatiewet zoals die heet. Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van artikel 10.7 dat erin voorziet dat aan de gebruiker van uitrusting die een ontoelaatbare storing of een belemmering veroorzaakt, een bindende aanwijzing kan worden opgelegd. Vanuit VLON wordt de wens en ook de verwachting uitgesproken dat agentschap Telecom van deze bindende aanwijzing gebruik zal maken. Het agentschap geeft aan dat zij op risicogerichte en informatiegestuurde wijze toezicht houdt. De afdeling toezicht onderzoekt nog of en hoe het instrument van bindende aanwijzing hierbij eventueel kan worden ingezet. Mocht het beschikbaar komen waarbij subsidiariteit en proportionaliteit in dat geval leidend zijn. Nou, dat behoeft enige uitleg. Subsidiariteit betekent zoveel als dat de uitvoering van het beleid door de laagst mogelijke overheidsinstantie moet gebeuren. En dat moet dan de laagste mogelijke organisatie zijn die nog in staat is dat beleid goed uit te voeren. En in Jip en Janneke taal betekent proportionaliteit dat je niet met een kanon op een mug moet schieten. Ja, dat betekent dus dat AT mogelijk iemand zou kunnen dwingen met heel ernstige storingen te stoppen. En dat zeg maar een zo laag mogelijk onderdeel is binnen AT die dat zal doen. En dat men een hardnekkige storing dus ook niet met een biljoen aan boete zal beboeten. We gaan weer verder met de notulen. De afdeling toezicht geeft aan dat zij intensief samenwerkt met buitenlandse collega's waar dit het op de markt brengen van apparatuur betreft. Apparatuur die niet voldoet aan de EMC-normen en waarbij geen zicht is op verbetering, wordt van de markt geweerd. VLON spreekt daarnaast nog haar zorg uit over een wetsvoorstel om de telecommunicatiewet en zeg maar de uitvoering van de EMC-richtlijn te wijzigen. De wijziging zal leiden tot het vervangen van de term radiozendapparaat door radioapparaat. Het agentschap gaat dit verder uitzoeken.
volgend punt bij de noten is de wijze van communiceren tussen agentschap, telecom, de VERON en de VZA. Kennelijk is dit niet ideaal. Het agentschap erkent dat de communicatie met VERON en VZA niet altijd vlekkeloos verloopt. De intentie om VERON en VZA tijdelijk en volledig te informeren was, is en blijft volgens AT aanwezig. Ten slotte willen de verenigingen graag dat bij suffixen de namen VERON en VZA worden beschermd. Het gaat denk ik met name om de speciale roepletters. Kennelijk is het nu niet verboden om speciale roepletters met daarin de verenigingsnamen aan te vragen. De agentschap zegt toe de mogelijkheid te zullen onderzoeken. Bij reguliere roepnamen zijn trouwens een aantal afkortingen beschermd. Dus bijvoorbeeld kun je niet een aantal Q-codes aanvragen als suffix en ook niet bijvoorbeeld PE1 Sierra Oscar Sierra. Ik zou niet weten of dit bij speciale roepletters wel kan. Het zou mij vreemd lijken als je ze daar wel aan kunt vragen. Maar als die afkortingen ook bij speciale roepletters niet kunnen, dan lijkt het me een koud kunstje om daar de verenigingsnamen en de naam van die ene stichting, als die dat tenminste willen, ook aan toe te voegen. Ja, na het amateuroverleg was er ook nog nieuws van Hobbyscope. Dat is alweer 2 dagen geleden op de site geplaatst, zag ik. Op de site hobbyscope.nl staat een update over de aanstaande grote wijziging van de repeatersystemen op de Gerbrandytoren, waarover al hard aan gewerkt wordt. Het moment waarop de huidige systemen voor de amateurdienst in de Gerbrandytoren te IJsselstein moeten worden uitgeschakeld, komt met rassenschreden dichterbij, zo zegt Hobbyscope.nl. Daarom wordt in deze periode door de teams van de verschillende systemen keihard gewerkt om zo spoedig mogelijk een geheel nieuwe infrastructuur aan te leggen, waarin alles moet worden ondergebracht. De huidige systemen bevinden zich in de cabine van de Gerbrandytoren op een hoogte van 220 meter. Nieuwe veiligheidsregels impliceren dat technische apparatuur hieruit moet verdwijnen. Vorige week, nadat Alticom het groene licht gaf, is het startschot voor de nieuwbouw gegeven. Er zijn een 4-tal 19-inch cabinets getransporteerd naar de 20e verdieping. Dat is in het dikke deel van de toren. De nieuwe locatie waar de systemen worden gehuisvest. Vandaag zijn dus op 6 december, zijn de racks op hun definitieve plaats neergezet. Zijn de profielen naar wens gemonteerd en is een start gemaakt met de elektrische installatie. In de komende weken zal verder gewerkt worden om die infrastructuur verder op orde te krijgen. De werkzaamheden die onder meer op het programma staan zijn een verdere aanleg en van het algehele elektrische systeem, vereffening, dat wil zeggen aarding, aanleg van het netwerk, bouwen van antennes of tijdelijke antennes op een der bordessen, bekabeling, etc. Pas als dat allemaal klaar is, kan een aanvang gemaakt worden met de afbouw van het oude systeem en wordt de techniek stapsgewijs overgebracht naar de nieuwe reeks. Nu we enig overzicht krijgen van het werk dat op ons afkomt, doen we met dit bericht een oproep voor enkele zaken waaraan dringende behoefte bestaat. We zijn op zoek naar de volgende zaken. Lengtes 7/8 en een half coaxkabel en connectoren 7/8 dan wel N-type, voornamelijk 50 meter en meer, dat zal om de kabelstukken gaan. Grotere lengtes 75 ohm coaxkabel zoals COCA, etc. COCA schrijven we met 2 K's, bij voorkeur met BNC-F-connectoren. En verder kwaliteits- en identieke patchkabels in lengtes van 1, 2, 5 en 10 meter, bij voorkeur met aangegoten stekkers. Indien je dergelijk materiaal beschikbaar wil stellen, houden wij ons hier van harte voor aanbevolen. Reageren kan op info@hobbyscope.nl. info@hobbyscope.nl en hobbyscope schrijf je met een C. De nieuwe systemen impliceren helaas ook aanzienlijk meer kosten voor de bedrijfsvoering. Het zal voor zichzelf spreken dat de faciliteit ook aanzienlijk kostbaarder is door de locatie. Denk bijvoorbeeld aan energie, verzekering, certificaties, etc. Daarom blijft uw financiële steun ook van het grootste belang. Ook wordt nog gezocht naar verdere financiële sponsoren. Een bijdrage doen kan hier en er is een linkje op de site hobbyscope.nl in het artikel. Verder staan nog enkele afbeeldingen van de nieuwbouw. Aan deze nieuwe systemen wordt enthousiast gebouwd door onder andere Joost, PNRMN, Martijn, PD2NLX, Paul, PNREV, RobC, PNCHL, Edwin, PD2EBH, Gerrit, PD0RJZ en Misha, PA1OKZ.